Molenberg. Vlaamse weinigintje. Dag meneer. Hoe gaat het? Veel belangstelling hier, hè? Jawel. Is dat voor een groente? Ja, een nieuw product. En waar zijn jij gevestigd? Hier en ja. In de intermezzo. Ah ja. Ja. Dat ken ik toevallig. Vroeger waren we bij de Karl. Maar de Karl is gestopt. Dus moesten we naar de plots. Ja, die meneer heb ik al gezien. Ja. Oké. Okay. Meneer Uitendaal. Allee, de gemeente zorgt goed voor ons. We zagen toch. Je hebt ja zeker een commerce van pannenkoeken. Dat zijn de lekker jong, dat ze dat allemaal gevraagd. Nee, serieus, verkoop je dan nog pannenkoeken? Thuis of weet ik veel? Nee. Dat is lief. Dat is een pompoen. En twee peren en pompoen en dan aardbeer. En dat hier meneer? Een paksoi. Hoe? Paksoi. Amai, nooit van goed. Zo'n radijn hier? Dat zijn okas. Wie? Wat? Okas. Oka? O. O-K-A. Oka. Amai. Dat ken ik. Mispel. Rabarber, wat is dat? Nee, dat is warmoes. Warmoes? Of snijbiet. Snijbiet, dat ken ik, ja. Ja. Die naam ken ik. Dat is winterpostelein. Winterpostelein. En die kleine zwarte hier? Dat is ramanas. Ramanas, ja. Dat ken ik ook eigenlijk. En dat heb je peper hier? Ja, dat is piment de spelette. Piment de? De spelette. Met lief. Ja, wat. En die groot niet? Dat is ook een pompoen, hè? Ook een pompoen. Ja, er zijn er veel verschillende groenten in, hè? Oké. Okay. En dat is een loop, dat ken ik nu ook, hè? Dag meneer. Wat staat hier allemaal? Pistels, roze koffertje. Wacht even, abrikoos met rabarber, pompoen met appelsien, banaan met rabarber en paardenbloemen. Paardenbloemen? Ja. En dat is confituur of wat? Dat is confituur. Maar, en dat is pikos. Hoe ga je nu te werk om van paardenbloemen confituur te maken? Met bloemetjes. Met die bloemetjes, maar? Ja, dat koken we op. En hoe ga je precies te werk? Dat weet je niet, dat is een vrouw hier aan. Ah, je weet het niet nu. Ik weet niet hoe dat gaat. Je weet het niet precies. Wel. Ik heb zo'n idee. Het moet toch stolen, het mag toch geen water zijn, hè? Biologisch. Alleen. Allemaal biologisch. Hallo. Dag meneer. Dag meneer. Ampersand leden, wat is dat? Welkom
is ontmoetingskansen, vorming, ontspanning. Dat is de vriendenkring van CDMV. Luider, hè? Dat is de vriendenkring van CDMV. Aha, CDMV. Ja, dat is dus niet de gemeente, maar dat is een politieke partij, hè? Als ik het goed hoor. De vriendenkring van. Ja, de vriendenkring. Ja. Nou, je mag er maar bij rekenen, hè? In elk geval van u. Dat is goed. En meneer is ook, is dat de voorzitter misschien? Dat is voor de winnen, dus. Voilà, wat de winnen, nu weet ik het weer. Oké, bedankt heren en dames. Bedankt. Robert, dat is. Robert is de voorzitter van ons. Pak lekker de voorzitter ook, joh. Lekker, hè? Meneer voorzitter, de van Mulder. Ampersand. Ja. En wat is Ampersand? Ampersand is een vriendenkring van de CD&V. En we werken samen altijd met jong CD&V. We zijn nog maar pas opgericht. We zijn nieuw, we zijn nog maar oorlinksjes zou ik moeten zeggen. Dus wij moeten nog een beetje groeien. Dit is onze, een van onze eerste activiteiten dat we hier doen. En wij hopen zo een beetje meer mensen aan onze kant te krijgen. Een beetje de vorming, ontspanning, een waarom, beetje cultuur brengen. Waarom noemt dat Ampersand? Ampersand komt van eigenlijk de CD&V. Het ampersandje die tussen CD en de V komt, dat is een ampersand. Oké. Oké. Ja, ja, dat is bevestigd. Ja, dank u. De cafetaria. Allee, Hubert, Hugo, wie organiseert dat hier feitelijk? Hubert. Dat is goed gelukt, hè? Veel volk al jaren. Amerikaanse kokker. Zijn die zeldzaam? Ja? Meestal zijn dat beige. Meestal zie je die een beige. Ah ja. Dat is mooie zwart, hè? Ja. Is het een jongen? Ja, dat is een jongen. Allee, ik kan het niet zien waar hij. Maar zijn haar wordt soms geknipt, want nu is het op zijn langste. Dan wordt dat kort geknipt hier en dan af hier is dat dan lang. Als hij een beetje gelijk als naar Frans. Hoe oud is hem? Hoe oud is hem? 4 jaar. Dat is nog jong, hè? Ja. Wel 28 jaar.